Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een nieuwe video. En deze video gaat over wat te doen als je je missie niet kan vinden. In drie simpele stappen. Ik heb vandaag weer een presentatie voor je voorbereid zoals we weer gewend zijn. En ja, ik hoop dat je daar superveel waarde aan gaat hebben als je je missie momenteel nog niet gevonden hebt in life. Het gaat hier over jouw missie of één missie. Als mannen kom je vaak neer op de vraag, waarom ben ik op deze wereld gezet? Wat is mijn grotere doel? Wat is mijn why? Je bent op zoek naar een reden om uit je bed te komen. Hoe dan ook, een missie bestaat dus uit vele doelen. Er zijn dus veel stappen en beproevingen op je weg naar het vinden van je missie. Dus in de tussentijd focus op één missie. Focus op bijvoorbeeld kast worden. Focus op je eerste sales halen met je dropshipping business. Dat soort dingen. Dat zijn hele belangrijke dingen in life om mee te beginnen. Dus zit jij nu in een studie of baan die je momenteel niet nice vindt en wil je je eigen business starten, raad ik je aan om dropship business te starten. Een van de makkelijkste businessmodellen in 2023 om te beginnen met weinig startkapitaal. En mocht je daar hulp bij nodig hebben, stuur me even een berichtje op socials. Instagram Paul van Sprundel, Facebook Paul van Sprundel. Wat je als eerste moet gaan doen om je missie te vinden, je purpose, je why, is het vinden van een routine. Gelukkig leven als man is heel moeilijk zonder hard werken, discipline, routine en progressie. Het doen van de dingen die je niet wil doen, maakt de dingen die je wel wil doen heel erg leuk. Dus zorg ervoor dat je ook hard shit doet. Hard times create strong men. Het is een boek dat ik je aanraad om te lezen. Supergoed boek. En in ieder geval gaat het daarin over dat door harde tijden jezelf een sterke man wordt en je meer kan overwinnen. Ten tweede, heb een morale code. Heb wat kernwaardes die je zelf hebt over je eigen leven. Wat voor kernwaardes kunnen dat zijn? Ik ga de beste versie van mezelf zijn. Ik ga het meeste uit mij halen, iedere dag, om de beste persoon te zijn die ik mogelijk kan zijn. Ik ga andere mensen helpen. Ik doe dat bijvoorbeeld door deze gratis content met jou te delen. Ik ga vrijgevig zijn. Ik ga liefdevol zijn voor mijn partner, voor mijn familie, voor mijn kinderen. Ik ga mijn best doen om andere mensen geen onnodige pijn te doen. Ik bescherm degene die zwakker zijn dan mijzelf. Dat zijn een aantal kernwaarden die ik zelf heb. Derde, misschien een van de belangrijkste, en het heb geloof. Want als je gelooft dat je het wel kan of je niet kan, je hebt altijd gelijk. En nadat je dus een morale code hebt gevonden, hard aan het werk bent, jezelf aan het verbeteren bent, naar anderen aan het kijken bent, laat de rest over aan het universum. Heb geloof dat alles goed komt aan het einde van de rit. Dat was eigenlijk mijn boodschap voor vandaag. Super korte video en daarbij wil ik hem ook gaan afsluiten. Ik hoop dat je dit super waardevol vond. Drop even een like en een comment en abonneer. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video, zodat ik meer van deze video's voor jou kan gaan maken. Ciao, ciao.